Welkom bij de HOS, welkom bij de Haarense Omroepstichting. Vandaag zijn kinderen van Haarense en van Oosterwijkse scholen aanwezig in het gemeentehuis van Haren. Het zijn leerlingen van het Two College College en van basisschool De Klimop uit Haren zelf. De reden dat de leerlingen hier zijn vandaag is dat zij wel eens iets meer willen weten over Europa. Ongetwijfeld zullen veel leerlingen Europese landen kennen van vakantie en dan maak je kennis met de taal, met het eten en met het landschap. Vandaag gaat het over het Europees bestuur. Niemand beter dan iemand die lid is van het Europees Parlement, zeg maar de regering van Europa, kan daarover vertellen. En de heer Lambert van Nistelrooy is vandaag hier aanwezig en zal vragen van de leerlingen beantwoorden. Ja, er worden al meteen vragen gesteld, meneer Van Nistelrooy. We hebben u al uitgebreid geïntroduceerd natuurlijk. Wat mooi. Want wij hoorden dat u in de file stond. Ja, maar ik ben er. En wij zagen dat het thema verkeer in Europa niet op het lijstje stond. Alleen, en daar had u weer geen rekening mee gehouden natuurlijk in Europa. Ik ben blij dat ik er ben en ik ben blij dat ook deze kring van jonge mensen er is. Want het gaat natuurlijk om onze toekomst. Om de toekomst. Meneer Van Nistelrooy, van harte welkom. Ik heb hier twee scholen zijn hier aanwezig. Dat zijn leerlingen van het Two College uit Oosterwijk, Durendaal, 4 VWO. Dus die kunnen u dadelijk wel pittige vragen gaan stellen. En wat u ook wel zal interesseren is dat minstens de helft van deze leerlingen, die krijgen tweetalig onderwijs. Nou, ik denk dat iemand die in Europa zit, dat u waarschijnlijk de hele dag Engels spreekt. Ja, ik mag zeggen, beste jongelui, ik spreek ook Engels. Ook. Ik spreek ook Duits, ik spreek ook Frans en ik spreek behoorlijk Spaans en Nederlands en Brabants. Ja. Veel, hè? Maar dat is Europa. Veel talen, heel veel talen. Daarom is het goed dat jullie vanaf het eerste moment nu, bij een van de twee scholen, Durendaal, dat ook aan boord nemen. Ja. Belangrijk voor je toekomst. Dus als er dadelijk iemand is die aan u een vraag in het Engels wil stellen, dan is dat geen probleem voor u, hè? Geen probleem. Nou, de tweede school die we hier hebben, meneer Van Nistelrooy, zijn kinderen van de basisschool De Klimop uit Haren. Ja. Laat ze eens even horen, waar zijn ze? Dat Kijk. Zijn, en ik moet eerlijk zeggen, deze jongelui die hadden dus straks meer vragen dan de VWO'ers uit Oosterwijk. Hoe komt dat nou? Hoe jonger je bent, vaak hoe onbevangener je bent. Hoe gewoon vragen wat je wilt vragen en ook als het om Europa gaat. Dat gaan we gewoon doen. Ja, ja. Okay. Ik wil heel graag iets vertellen van de achtergrond van Europa. Begin maar meteen. Ja, goed. Ga je gaan. Wat ik heb meegebracht, dat is mijn paspoort. En het vraag is altijd, zijn we nou Europeaan? Zijn we Brabander? Zijn we inwoner van Haren? Enzovoort. Nou, het mooie is van dit paspoort, dat het inderdaad sprake is van het feit dat je daarin staat. Je bent Nederlander. Maar tegelijkertijd kun je dit in heel Europa, in alle 28 landen, gewoon gebruiken. En het was nog niet zo lang geleden, in de jaren 50, jaren 60, is dat dan begonnen die samenwerking na de Tweede Wereldoorlog. Dat je nog bij al die grenzen apart je paspoort moest laten zien. Maar aparte paspoorten voor de Duitsers, voor de Belgen, voor de Fransen. En bovendien moest je ook nog lang wachten. We hebben nu één grote Europese Unie, nu met 28 landen, waar we allerlei dingen samen doen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat ik met dit paspoort door heel Europa kom, maar ook voor onze mensen die goederen vervoeren, de vrachtauto's. Die moesten altijd heel lang wachten aan de buitengrens voordat ze door de douane komen. Ook zij kunnen nu door Europa gewoon met elkaar zaken doen. En dat is gewoon veel plezieriger. En dat is ook wel heel belangrijk om te zeggen, politiek in Brussel lijkt wel allemaal ver weg, maar het raakt ook jullie direct als je op vakantie gaat of op andere onderwerpen. En daar gaan we samen vanmiddag over praten. Beste jongelui, geschiedenis is voor een deel een hele leuke verhalen van mensen, maar ook de minder leuke. En wat minder leuk was in Europa, zo de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, dat er heel vaak volken die best wel veel op elkaar leken en best ook veel met elkaar deden, ook op vakantie gingen natuurlijk, en allerlei uitwisselingen deden, dat er toch echte
heel serieuze oorlogen ontstonden. Heel vaak tussen Midden-Europa, tussen Frankrijk en tussen Duitsland bijvoorbeeld. Waarbij de mensen bijvoorbeeld in de grensstreek, ja, dan hoorden ze weer bij dit land. En dan werden ze weer door een ander land bezet. En bovendien, oorlog is ook heel erg vervelend in die termen dat er veel mensen overlijden. Mensen die in het leger zitten, maar soms ook gewoon burgers. Nou, kort en goed. De eerste aanleiding om de Europese Unie te vormen was het gevoel bij een heleboel mensen: oorlog, we willen dat niet meer. We gaan afspreken dat we gewoon vreedzaam met elkaar omgaan en we gaan spelregels bedenken. Wat was de fout, Rick? Het staat in dat er 27 landen in de Europese Unie zitten, maar er zijn er 28. Maar nou hebben we het lijstje bekeken en we wisten niet welk land er nou eigenlijk aan ontbrak. Ja, kijk, dat is zo. Europa is toen met 6 landen begonnen. En Nederland was daar als eerste mee bij. De Benelux, België, Nederland, Luxemburg. En vervolgens zijn er steeds weer landen bijgekomen. En nou, dat ging heel snel toen het communisme, de IJzeren Gordijn, viel. Toen zijn er in één keer 12 landen bijgekomen. Toen het communisme stopte. En wij zeiden, we vinden heel goed dat zij ook democratie krijgen. Dat zij ook mensen meer te zeggen krijgen. Ook dat die met ons kunnen samenwerken als het gaat om producten. En ook eigenlijk om meer toekomst, vrijheid en ook meer welvaart te krijgen. Dus toen snel gegaan. En nu? En nu het laatste land, daar vraag je naar, dat is Kroatië. Kroatië is er nu dit jaar bijgekomen. En dat is dan nummertje 28. En één van de 28 zijn wij. Nederland. En er staan nog een paar landen te wachten om erbij te komen. Ja, er staan nog landen te wachten, maar ik moet erbij zeggen dat wachten kan best een tijdje duren. Omdat we heel goed kijken of zijn alle regels die we zeggen om binnen te kunnen komen in de Europese Unie, of zijn alle regels voldoen. Je moet bijvoorbeeld alles mogen zeggen. Ook in de krant. Vrijheid van meningsuiting. Heel belangrijk. Je moet mensen direct kunnen kiezen. Er moet een democratisch systeem zijn. Je moet, als je met de politie of justitie in aanmerking komt, in aanraking komt, dan moet er onafhankelijke rechtspraak zijn. Een rechter moet niet bevooroordeeld zijn. Nou, allerlei van dat soort regels in een dik boek, daar moeten de landen aan voldoen. En ja, inderdaad, er zijn landen, Macedonië wil binnentreden. Nou, ze moeten eerst voldoen aan heel die lijst en daar gaat vaak een heleboel jaren overheen. Meneer Vrustro, ik denk dat we even kijken naar de samenstelling van Europa. Dat het tijd is voor een eerste vraag van de leerlingen. En wie is Jan van de Klimopschool? Jan, kom eens naar voren, jongen. Kom eens naar de microfoon. Naar de interruptiemicrofoon. Jij hebt een vraag, want meneer Vrustro, u bent naar de universiteit gegaan. U bent cum laude geslaagd, hebben gelezen. Een hele slimme man. Maar zijn er nog mogelijkheden om het in Europa nog beter te gaan doen? Jan, wat is jouw vraag? Waarom bestaat er geen kinderparlement? Aha, de vraag is, waarom bestaat er geen kinderparlement? Ja. Nou, ik denk dat tot nu toe, behalve gesprekken in de landen zelf, we voor kinderen en nog niet zo ver zijn gekomen. Dus het lijkt mij heel goed om die vraag die jij nu stelt, dat ik die meeneem, dat ik die aan de orde stel. En wat er wel is, er is wel een, leg maar, jongerenparlement. En dat begint per land bij scholen. En ik weet dat Durendaal ook wel eens meegedaan heeft aan dergelijke projecten. Dat er per provincie, in Brabant, in Gelderland, in Limburg, allemaal rondes zijn van het jeugdparlement. Geen kinderparlement, maar jeugdparlement van de middelbare scholen. En dat de beste in Nederland dan worden uitgezocht, die het beste kunnen verwoorden, presenteren. Dat was vorige week, is dat in de Tweede Kamer geweest. En daarvan elk land, eentje, die komt naar Brussel. En daar spreken ze samen, als het ware ook weer in hun aanpak, wordt alles vertaald. Dus er is wel een jongerenparlement, maar nog geen kinderenparlement. En ik neem jouw vraag mee, om eens te kijken of ik er anderen warm voor krijg. Is dat goed? Nou Jan, dat zou heel mooi zijn, jongen, want je weet maar nooit hoe jouw vraag dan leidt tot een Europees kinderparlement. Bedankt voor je vraag.
Nu bestaat de Europese Unie zeg maar uit 28 landen dan. Maar zou het niet veel handiger zijn als ze gewoon één groot land maakt van al die 28 aparte landen? Eén grote regering, één Mark Rutte. Huh? Ja, het is een vraag die wel voor de hand ligt. Want als je eerst niet samenwerkte en nu een aantal dingen al goed samen doet, dan kun je zeggen, oh, voeg het maar samen. Nou, ik zie het niet gebeuren. En waarom niet? Omdat de landen, Nederland, Denemarken, Luxemburg, die staan nadrukkelijk echt wel op hun eigen eigenheid, soevereiniteit noemen we dat. Dus elk land is wel degelijk een geheel waar mensen leven. Dat staat ook zo beschreven, precies in de grondwet, in het verdrag, moet ik zeggen. Het verdrag van Europa, het verdrag van Lissabon. En die landen, die komen best wel aan de bak. Want die sturen hun ministers naar het parlement, naar Brussel, naar ons. Ik praat heel vaak met die ministers om te zeggen van, nou, is het belang en de gedachte die leeft in het eigen land, in Nederland of Denemarken, is dat voldoende gehoord? En als je er één grote regering van maakt, een Europese regering, nou, dan denk ik op den duur dat de mensen, zoals in Nederland of in Denemarken, zullen zeggen, het is te ver van ons weg. Ja, ik zie al een vraag. Daar, ginds. Ah, ja. Komt-ie weer. Ja. Wat vindt u dan van die taal, ja, Esperanto, geloof ik? Of? Ja. De vraag is, wat vindt u van de taal Esperanto? Esperanto is eigenlijk een nieuw gevormde taal die niet mensen vanuit de geschiedenis spreken, maar die inderdaad een aantal elementen van andere talen heeft meegenomen en waarvan je zou kunnen zeggen, als iedereen nou Esperanto gaat spreken, nou, dat is makkelijk. Hoef je niet meer te vertalen. Nou, wat is nu het geval? Het geval is dat wij vinden in Europa, zoals ik dan ook namens Nederland in het Europees Parlement zit, dat iedereen gekozen moet kunnen worden. Als je 18 bent, dan kun je je kandidaat stellen voor het Europese Parlement, en dan kun je gekozen worden. En nou vinden we dat iemand uit Letland, die spreekt Lets. Nou, iemand uit Frankrijk spreekt Frans. Wij vinden dus dat iedereen die gewoon gekozen is, al ben je bij wijze van professor, of al ben je boer, of al ben je huisvrouw, of al ben je tuinder, maakt niet uit. Je moet, zonder dat je Esperanto kunt verstaan, moet je in het parlement kunnen zitten. Maar nu we dan toch over talen hebben, hier zetten, welke leerlingen van de Two College hebben gekozen voor de Engelse variant? Ja? Dus. Drie leerlingen hebben gekozen. Ik wil toch even, wie had het hier gekozen voor de Engelse variant? Heb je een reden waarom je dat gedaan hebt? Nou, ja, het leek me wel handig voor later ook als ik goed Engels sprak. En om daar dan al vroeg mee te beginnen. Ja. En zou het handig zijn, waar is het handig voor? Om, als je naar Frankrijk gaat? Nou, dan niet, maar wel als je later iets internationaals wil gaan doen. Nou, iets Europees zou dat kunnen zijn, hè? Als je iets internationaal kunt doen, wilt doen, dan kom je al een end met Engels. Ja. Er zijn talen die in het internationaal verkeer, om het zo maar te zeggen, of het over je bedrijf gaat, of over mensen die vanuit de opleidingen met elkaar spreken, dan zijn er talen die het meest gebruikt worden. Nou, het Engels is daarbij toch duidelijk leidend, ook Europa. Dan heb je daarna het Frans. Ik spreek ook Frans. Is de tweede taal die veel gebruikt wordt. Frankrijk is ook belangrijk, vindt zich ook heel belangrijk in Europa. En de derde taal is het Duits. En wat dat betreft, dat zijn de grote drie talen. En meteen erachteraan komt het Spaans. Want het Spaans, niet alleen in Europa, maar ook in andere delen van de wereld, daar kun je behoorlijk in Zuid-Amerika mee uit de voeten. Vindt u het niet belangrijk dat op Europese scholen dat wij Chinees leren? Omdat aangezien 1/3 van de wereld onderhand Chinees is. Nou, het lijkt me een brug te ver, zoals dat wel eens wordt gezegd. Kijk, China is belangrijk, laat het zo zeggen. En China wordt ook steeds belangrijker omdat ze de afgelopen 50 jaar, mag ik zeggen, echt nu zich naar het buiten hebben gekeerd. En ook steeds meer exporteren. Ik ben zelf 4-5 keer in China geweest. Een hele grote ontwikkeling.
Maar het is wel een zeer bijzondere keuze. En ik vind het op een middelbare school. Ik vind, laten we je mogelijkheid om talen te spreken dicht bij huis beginnen. Dan heb je het gevoel of je het ook leuk vindt. Want je moet soms een beetje een talenknobbeltje hebben. Als je er al 3 doet, goed. En dan nog een 4e te leren. Dus, nou, ik weet dat er op een aantal opleidingen het als keuzevak wordt geboden. Maar ja, weet je wat het is? Je moet ook een docent hebben die Chinees spreekt. Ik was net op bezoek, even kort in de trip hier naartoe, bij een bedrijf Verstijnen in Tilburg. En daar vertelden ze mij, die halen de nieuwste schoenen uit Italië en de nieuwste schoenen uit Portugal. En die zijn inderdaad op heel korte termijn zijn die hier verkrijgbaar op bestelling. Dus binnen Europa, die cultuur en mode is al iets wat, nou, wat prachtig beschikbaar is voor iedereen en voor de winkelketens. De Zara is een bedrijf uit Spanje. Maar ja, goed, gaat ook met zijn spullen. Die komen uit India, worden op allerlei plekken in de wereld gemaakt. Dus je ziet dat het toch al wel, ja, het is de keuze die u zelf maakt, de keuze die we zelf maken. En dat geldt ook met muziek. Het volgende onderwerp, meneer Van Nistelrooy, veiligheid in Europa. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Nou, als ik mijn paspoort nog een keer neem. Hè, en ik kom terug op toen ik binnenkwam en aangaf van iemand met een paspoort mag gewoon door de Europese Unie reizen, wonen, werken, op vakantie gaan, noem maar op. Dus dat geldt ook voor de anderen, voor al die 500 miljoen inwoners. Alleen, daar is niks mis mee. Dat hebben we ook zo gewild. Alleen, als je jezelf niet aan de regels houdt, dan moet er heel streng worden opgetreden. Dus dat is het. Als je iemand in de buurt hebt die zich inderdaad crimineel gedraagt, die jat of die allerlei andere dingen doet, huppakee, in de kraag. En dat doen we in Europa in beginsel op dezelfde manier. Dus het maakt niet uit of je Pool bent of Nederlander bent. Als je aan de regels houdt, heb je geen enkel probleem. Hou je niet aan de regels, dan moet je gestraft worden. Wat ook belangrijk is, dat we voor die veiligheid nu afgesproken hebben dat als iemand naar de Europese Unie wil komen van buiten, iemand uit de Oekraïne wil naar ons toe, wil naar Europa komen, nou, dan doen alle landen dat op dezelfde manier. Maar veiligheid en medemenselijkheid zitten dicht bij elkaar. Ja, zeker. Veiligheid. Ik denk, wie heeft daar een vraag over veiligheid? Want het is natuurlijk wel prettig als je in Europa woont, dat je dat dan ook voelt, dat dat fijn is. U vertelde eerder over de vrachtwagenchauffeurs, dat het makkelijker was. Wordt het dan ook niet makkelijker om illegale dingen te transporteren via vrachtwagens? Ja. Als je aan de grens... Dat is heel goed, een goede vraag, hè? Kijk, als je dus aan de grenzen niet meer controleert, dan kan er tussen die landen inderdaad wel het een en ander gebeuren door bij het vervoer. En soms ook bij, we noemen dat ook wel, smokkel. Dus samen controleren aan de buitengrens is dan het allerbelangrijkste. En niet alleen maar regels maken, maar ook regels uitvoeren. Handhaven is dan heel belangrijk. Je kunt beter mensen in hun eigen land maken dat ze een boterham kunnen verdienen. Hun eigen land kunnen ontwikkelen. Dan te zeggen, kom maar naar Europa, want hier is het allemaal zo ontzettend goed en beter. Want dat is ook niet precies zo. Kijk op dit moment naar Griekenland, waar een heleboel mensen aankomen. Griekenland zit in grote problemen. Kijk naar Spanje. Spanje heeft het de afgelopen jaren ook heel erg moeilijk gehad. Dus in termen van hoe doe je het? Mensen daar ontwikkelen, daar gaat heel veel geld naartoe. En ze ook helpen om democratie op te bouwen. Om te helpen om zich verder te ontwikkelen. Dat is onze benadering. Ja, hoe komt het eigenlijk ondanks die zogenaamd goedgemaakte afspraken dat die hele kunsthalroof toch zo'n gedoe is? Dat die hele? Kunsthalroof in Rotterdam. Kunsthalroof in Rotterdam. Aha, ja. Kijk, dat zal van alle eeuwen zijn geweest. Er kunnen mensen zijn die op het foute pad gaan. Dat voorkom je dus niet. Dat voorkom je ook niet onder de Nederlanders, ook niet onder de Polen. Er zijn altijd mensen die de streep overgaan. En in dit geval betekent het dat je als je kunst steelt en die meeneemt, nou, dan heb je één groot probleem. Dan, je kunt niet zeggen, ik heb kunst en ik wil het verkopen. Maar voorkomen kun je het niet. Maar ik heb altijd één stelregel. Maak dat je zelf aan de goede kant van de streep blijft. Dan kunnen we tenminste elkaar vertrouwen.
En zo bouw je niet alleen deze regio hier in de gemeente Haren, Helvoort en Es, samen zaken op, Oosterwijk, Midden-Brabant, maar ook in heel Europa. Dus de benadering is hard aanpakken en laten zien dat het goede gedrag beloond wordt. Ja. Zal ik het volgende eens nemen, want daar begonnen we al een beetje mee, Europa in de wereld. Het maakt niet zoveel uit als wij nou bijvoorbeeld zeggen, een industrie die hier te veel zou uitstoten aan warmte of aan CO2, om die hier te sluiten. En vervolgens wordt diezelfde fabriek in de Oekraïne opgebouwd en die blaast weer dezelfde uitstoot in de atmosfeer. Daar schieten we niks mee op. Dus Europa in de wereld is zelf maken dat je de goede besluiten neemt en anderen ook mee zien te krijgen in de afspraken. Dat is denk ik een hele mooie insteek. Ja. Ja. Charlène, je had nog een vraag over de euro. Mag je die even stellen? Ik kom naar jou toe. Ja? Waarom bestaat de euro niet in alle landen? Oké, goede vraag. Waarom is de euro niet de munt van alle landen? Nou, hier zie je weer een beetje terug datgene wat ik straks vertelde. Elk land gaat zelf kijken, wil ik de euro als munt gebruiken of niet? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld Zweden gewoon heeft gezegd, wij gaan niet mee in de euro. Ook Engeland heeft dat niet gedaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft dat niet gedaan. Dus elk land beslist zelf of men meegaat in die euro. Nou, we hebben inmiddels dus 14 landen die daarin zitten en die daar actief aan meedoen. En het is gewoon een vrije stap. Ik vind het heel goed om zoveel mogelijk landen die dat willen om mee te nemen, want het is ook heel makkelijk. En ten tweede, het is niet altijd zo dat alles wat wij dachten met de euro, dat het allemaal zo goed ging. Ook als moeilijkere tijden hebben gehad. Maar ik blijf van mening dat als je iets samen doet, dat je dan sterker staat. Maar wie zou er zeggen van, nou als ik de kans krijg, ben ik uit Europa weg? Jij? Waar wil je naartoe? Nou, ik zou op zich gewoon naar Amerika willen. Ja. Nou, Amerika is ook het land der grote belofte. Als je Europa, als je teruggaat in de geschiedenis, juist de mensen geleverd heeft die hoofdzakelijk naar Amerika zijn gegaan, die ook daar gaandeweg Amerika hebben opgebouwd. Amerika is een smeltkroes van heel verschillende mensen uit Europa en van buiten Europa. En later ook vanuit Zuid-Amerika heel sterk beïnvloed. Maar ja, dat heeft in zijn waarde en normen veel weg van Europa. Eén belangrijk verschil is er zo. Dat wij als het over zeg maar, de sociale kant, dus de rechten van mensen vertaald in allerlei uitkeringen of rechten bij je werkgever enzovoort. Wij spreken van een sociaal stelsel, van een sociaal marktstelsel. En Amerika heeft wat strakker het liberale marktstelsel. Maar ik zie jou vragen, wat zou je er willen gaan doen in Amerika? Op het moment gewoon dan studeren. Ja. Maar ja, misschien later ook wel wonen. Nog meer die zeggen van laat mij maar eens een jaartje of een paar jaar ergens anders wonen? Nou ja, Australië lijkt me wel heel mooi. Heb je een idee wat je daar gaat vinden in Australië? Nee, maar ik zou er graag heen willen reizen en rondtrekken door Australië. Nou, als er ergens een ongeluk is gebeurd dat heel Europa wel betrokken is. Ja, als er een ramp gebeurt, heel Europa is betrokken, ze leven mee. Er wordt geld ingezameld. Ja, dat gelukkig is dat. Iets wat heel goed leeft in Europa, de bereidheid om bij te springen. We hebben ook een solidariteitsfonds, een fonds waar het geld bij elkaar gebracht wordt uit die bijdrage die landen leveren. Als het een ramp is, als het iets is wat toch boven een bepaalde grens uitkomt, dat het moeilijk is voor het land alleen, dan springen we ook bij vanuit de kas van Europa. Dus, ja, en daar kijken wij ook goed naar. Hè? Van als er overstroming is geweest in Midden-Europa, elk jaar wel een paar keer hier en daar. Maar we zeggen er ook bij, misschien moet je de dijken een beetje verhogen. Ja, ik heb meer een vraag over Nederland. Waarom krijg je rijken eigenlijk ook kinderbijslag? Een hele goede vraag. Die gaan we meteen beantwoorden. Dat is omdat het een keer zo afgesproken is. Kinderbijslag en het krijgen van kinderen, dat was iets wat de overheid graag
wil steunen. Het is ook heel belangrijk dat, dat er geholpen wordt bij het opvoeden van kinderen. En waarvan zij, het maakt niet uit of je arm of rijk bent. We vinden het zo belangrijk dat je het goed doet, dan krijg je een bijdrage voor. Ja, meer over de veiligheid. Ja. Als, nou, als ja, asielzoekers, die, ja, die worden soms teruggestuurd. Maar dat is ook eigenlijk de veiligheid van een mens. Jazeker, en daarom moet je er ook heel goed naar kijken. En de beoordeling van of een asielzoeker mag blijven, is nu in alle landen het ongeveer hetzelfde gemaakt. De andere kant van diezelfde medaille is dat er ook zeker moet zijn dat de wetten waaraan je getoetst wordt, of je wel of niet mag blijven, dat die worden gehandhaafd en dat we die overal hetzelfde doen. Ik vind het leuk dat u hier vandaag was. Niet alleen omdat u daar helemaal voor uit Brussel bent gekomen en in de file hebt gestaan. Ja. Maar we hebben van tevoren, voordat u hier was, hebben we uitgelegd dat u van het CDA was. Ja. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel kan waarderen dat u hier niet op verkiezingstournee bent gegaan. Nee, maar je doet altijd je werk voor iedereen. Ja. Ik doe mijn werk voor alle Brabanders, voor alle Nederlanders. We komen iets dichter bij uw persoonlijke opvattingen. En Rick heeft daar nog een vraag over. Zeker. Ja. Als u nou iets zou mogen veranderen, wat zou u dan willen veranderen? Wat ik zou willen veranderen is dat bijvoorbeeld op het terrein van verkeer en vervoer, dat we niet in elk land eigen tol heffen. Ik vind dat zo vervelend. Mensen in Nederland, de buitenlanders in Nederland, die mogen gewoon op de Nederlandse snelwegen rijden. En als ik nou in Frankrijk kom, dan moet ik elke keer bij zo'n tolpoortje mijn kaartje erin steken, anders mag ik niet over de snelwegen rijden. Ik vind dat zo gek. Tot voor kort waren ze wel hier ook voornemens van plan om daar tol te gaan heffen. Ik vind dat zoiets geks. Dat soort dingen, dat staat me niet aan. Waarom kunnen we niet gewoon tol gaan heffen voor alle Europese snelwegen? Ja, als je nou een klein probleempje hebt, hè, dat is dus dit probleem. Ja, dat vind ik wel een lastig probleem. Dan zeg je, dan gaan we overal tol heffen. Nou, dan maak je wel zo'n probleem. Zo'n probleem schiet ook niks op, want ik kan beter het geld in mijn zak houden. En jij ook. Ja, want wat gaat er met dat geld gebeuren? Dat geld gaat gewoon naar die overheid toe of naar een instelling die wegen beheert. Dus ik vind, dat moet je op een andere manier afspreken, zonder dat je elke keer stil moet staan. We hebben de grensposten afgeschaft. Hoef je paspoort niet meer te laten zien. En toch word je het lastig gevallen met die tolpoortjes. Sommige landen in Europa die hebben geldproblemen. Ja. Maar geld moet ergens vandaan komen. Waarom ga je niet gewoon heel veel briefjes maken en die dan... Ja, kijk, dat vind ik nou een makkelijke oplossing. Jij moet economie gaan studeren. Je moet echt naar de Universiteit in Tilburg. Want je hebt een hele goede vraag. Waarom maak je, als je een geldprobleem hebt, niet meer geld bij? Ja, laten we heel simpel zeggen. Stel dat je bij je vader komt en je hebt jouw wekelijkse, mag ik zo zeggen, vroeger zeiden wij traktement, maar tegenwoordig heet het misschien zakgeld. En je zegt van, pa, luister eens hier, ik kom fors tekort. Dan zal pa zeggen, interessant. Dan zeg je, hoe los je het op? Dan zeg je, ja, 3 keer meer zakgeld. Nou, eigenlijk is dat hier precies hetzelfde. Als een land geld tekort komt, dan betekent het dat ze te veel uitgeven. Meer uitgeven dan dat je binnenkrijgt. En dat in evenwicht houden van je portemonnee, van je financiële huishouding, van een land, is heel belangrijk te kijken, kun je iets veranderen aan je uitgaven die je doet. En kun je net zoveel uitgeven als je binnenkrijgt. En dan kun je weer doorhuppelen. Nee, niet meer geld uitgeven, want dan wordt het probleem groter van. Nou, als mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen, die willen naar Europa komen, dan ze wagen hun leven en de kans is al vrij groot dat ze meteen teruggestuurd worden. En als ze er al zijn, worden ze misschien nog een keer teruggestuurd. Ja, ik hoorde onlangs dat er dus mensen zijn die ronselen, die vragen in de dorpen in Afrika bijvoorbeeld, delen daarvan, van, goh, willen jullie gebracht worden, jonge mensen, naar Europa, want daar is alles beter. Oh, als u met mij meegaat, dan kom je wel in Lampedusa. Dan komt mijn bootje wel aan. En die bootjes worden steeds slechter. Dus als je eraan toegeeft, dan komen er alleen maar steeds meer.
je moet ook een beetje weten wie eraan verdienen. Achter de vluchteling. De vluchteling wordt in een moeilijk pakket gebracht door beloften die niet reëel zijn. Kijk, als Europa nou iets wil bespreken over met heel de wereld, dan komen toch alle werelddelen toch een keer samen. Maar wie vertegenwoordigt dan weer Europa? Ja, de Verenigde Naties is het orgaan, alle naties, alle landen waarin de wereld het meest intensief bij elkaar komt. Naast overleg over de financiën enzovoort. Maar de Verenigde Naties is het allerbelangrijkste. Maar elk land stuurt iemand van Den Haag, van Brussel voor de Belgen, van Berlijn voor de Duitsers enzovoorts, Parijs voor de Fransen. En anders zou dat toch een beetje tekort doen aan de eigen verantwoordelijkheid die de landen houden voor dit soort dingen. Hoe komen landen eigenlijk aan hun taal? Ja, hoe komen landen aan een taal? Nou, dat is eigenlijk iets van de ontwikkeling van de bevolking door de tijd. Op dit moment spreken we 23 talen in het Europees Parlement die officieel worden vertaald. Dat Europa met al die verschillende bevolkingsachtergronden en culturele achtergronden. En ik heb al gezegd, dat willen we graag zo houden. Nou, dat lijkt me een heel mooi antwoord. Een hele goede vraag. Wie weet zijn hier wel opvolgers voor u in Brussel aanwezig. Of in de gemeenteraad van Haren, dat zou ook al mooi zijn. Ja, het begin moet ergens gemaakt worden. Ik dank jullie wel dat jullie bereid zijn geweest om in deze mooie raadszaal van Haren. En ik vind dat we één ding moeten doen voor jullie gemeente die dit mede met de HOS heeft voor elkaar gekregen en de scholen. Om daar een applausje voor te geven. Ik klap met jullie mee. U bent binnengekomen met applaus. Ik denk dat we dan toch nog maar even voor meneer Van Nistelrooy een applaus moeten geven. Ja.